Dan gaan we naar een brandstichting in Amersfoort. 3 weken terug, in de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 februari... is een explosief tot ontploffing gebracht bij een bedrijf aan de Saljoets... op bedrijventerrein Calveen in Amersfoort. Langs de A1 is dat. Het inbraakalarm ging toen af, Joost. Ja, en als mijn collega's daar aankomen, ja, dan is er niemand. Ze zien wel een gat in de ruit en ze zien sporen van brandstichting. Dus op het moment is dan de vraag, ja, wat daar nou eigenlijk gebeurd is. Nou, dankzij bewakingsbeelden weten we dat. Dit is beeld van de zijkant van het bedrijf. We zien hoe de dader met zijn fiets van het taluut valt. Daardoor staat het stuur krom en dat zet hij dan nog even recht. De dader loopt naar de voorkant van het pand. Daar tikt hij een ruit in, om er vervolgens iets brandends doorheen te gooien. Maar het vuur dooft al snel. De verdachte fietst weg. Maar hij heeft door dat zijn plan is mislukt, want nog een minuut later komt hij weer terug. Hij besluit het gat wat groter te maken, om er vervolgens zelf doorheen te klimmen. Hij pakt het voorwerp en steekt het nogmaals aan. Er volgt een enorme steekvlam en de man fietst weg. Zo, dat was zeker een enorme steekvlam. Joost, wat is de schade? Ja, die schade blijkt gelukkig mee te vallen. Wel een grote steekvlam dus, maar die ging na een paar seconden al uit. De schade die bleef dan ook beperkt tot de reparatie van het raam en wat schoonmaakwerkzaamheden. Okay. Toch moet de brandstichter gepakt worden? Ja, want we willen heel graag weten waarom hij het nou zo nodig vond om hier die brand te stichten. Precies. Weet jij misschien wie dit is? Heb je misschien iemand horen praten over een plan om brand te stichten bij dit bedrijf aan de Saljoet in Amersfoort? Of heb je andere informatie? Deel de info dan met de opsporingstiplijn 0800 6070. Liever anoniem delen, dan kan dat ook door te bellen naar 0800 7000.